Oh my god. Don't come to if you can. Hi guys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik heb lunch gehaald bij de Corner Bakery. Er is een Corner Bakery geopend tegen het over het World Fashion Center. Acai bowl. Dat is van mij. Tuna melt. En Lois die heeft avocado toast. Ik heb trouwens de nieuwe LA Sister Supergirl shirt aan. Leuk hè? En nu gaan we lekker lunchen. We zitten weer in de auto en het is nu 5:30. We zijn net klaar met werk. En we gaan nu on our way to Rotterdam. Ja, we gaan weer iets speciaals doen. Speciaals doen. Met ons haar. Deze keer gaat Loos ook mee. Maar we gaan nog niet zeggen wat we gaan doen. Nee, je moet er vooral blijven kijken. Want we gaan het straks aan jullie laten zien. So let's go to Rotterdam. Yes. Yalla yalla. We zijn nu aangekomen, maar ik heb heel gepast geparkeerd. Ik kan er bijna niet uit. Maar misschien wel. Jawel, lukt wel. Ja, optie. Alright, let's go. Oh. Ja, het lukt. Oeh. Net aan. We zijn weer bij House of Royalties. Yes. En we gaan nu beginnen met mijn haar in te vlechten. En hier ligt de kruik, oh my god. Daar ben ik. Ik zal jullie ook even laten zien als mijn haar straks ingevlocht is. Dus dan weten jullie het proces van een pruik opzetten. Hi! Hallo! We zijn nu de pruik aan het voorbereiden. Yes! Dus nu ga je het zeg maar kleuren. Heel even de hoofdhuid eventjes. Want anders heb je allemaal van die witte stipjes. Ja. Doe gewoon de onderkant. Hou het helemaal. Oh, wat vet. In kleur. Oh. Kijk, nu is dus alles ingevlochten. Yes. En nu... Oh, je ziet ring light. Woehoe. Dit vind ik echt spannend. We gaan het proberen. Ik ga jullie zo het resultaat laten zien. De surface, lekker kapsalon erbij. I love it. Oeh, lekker. Lekker? Oh my god, kijk dit nou. Lijkt nog op jezelf, jongens. No! Oh my god, new hair, who this? New hair, who en Lois is daar. Aan het vlechten. Zit je lekker, helemaal gebocheld. Lois heeft dus een ander soort pruik. Dus dit is, stukje is haar eigen haar. Wil je uitleggen wat voor soort pruik het is? Ja, dit is de U-part wig. Zoals je ziet gaat dan de eigen haar eroverheen. Mm-hmm. Er zit ook een closure om het lekker plat te houden. Dat je geen baan voelt. Ja, ziet er echt heel natuurlijk uit. We gaan jullie straks het eindresultaat laten zien als het gestyled is. We zijn nu nog even de laatste plukjes... Puntjes op de i. En dit wordt allemaal nog wat platter. Dus het is nu nog iets boller. En dan ga ik vanavond met een doek slapen. En dan is het morgen waarschijnlijk al iets platter, hè? Yes. Maar guys, kijk hoe lang het is. Het gaat gewoon oneindig door. Kijk hoe lang. Mijn middel zit hier, hè? Besef dat. Het is gewoon tot hier. Ja, mooi hoor. Wow. Mooi. We are done. Oh my god. We're so happy. Echt heel anders allebei. Laat even zien hoe lang het is. Ja, het is zo lang. Oh. Mooi. Wauw. En zo de achterkant. Moet ik het filmen? Ja. Damn. Mooi hè? Heel mooi. Is tot aan je bil. Special thanks to the crew, House of Royalties. Jullie hebben weer zoiets moois gemaakt. Thank
Thank you, thank you. Thank you so much. En het was echt super leuk. Ja, het is gezellig, hè. Ja, hoe laat is het nu? Laat even zien hoe laat het is, Asha. Het is kwart voor 12. Kwart voor 12. Alrighty, time to go home. Doeg, girls. Doeg, slaap lekker. Yay. Zo, we zijn eindelijk thuis. Het is nu 10 voor 1. En ik ben best moe. En ik ben nog steeds zo blij met mijn haar. Lois ook. Dit is wel echt een drastische verandering. Mijn vorige bob, mijn vorige pruik was zeg maar donker. Dus dat is nog wel dezelfde kleur als mijn eigen haar. En dit is echt platina blond. Hoe vet. Ik ben er zo blij mee. Ik ga nu lekker slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Doeg. Good morning guys. Het is vandaag zaterdag en lekker grauw weer. En ik heb nog steeds mijn mooie haartjes. Ik ga nu eventjes richting Nancy en dan gaan we naar de stad. Even wat lunchen en shoppen naar de winkeltjes. En ik heb de nieuwe LA Sisters camouflage hoodie aan. En LA Sisters coated tube pants, like always. Dat is echt mijn favoriete broek ever. Ik denk dat ik die bijna wel elke dag aan heb. Omdat hij zo comfy zit en hij is gewoon top. Dus ja, dat is de planning voor vandaag. En het is koud. Dus ik heb hier heel veel truien en t-shirts onder. En Nen, ben ik een nieuw persoon? Ja. Even wennen. Ja, Nancy moet heel erg wennen. Ja. Maar ja, this is my alter ego right now. Ik moet alleen nog een naam verzinnen voor mijn alter ego. Ik ben al een dag aan bezig, maar ik heb nou nog niks kunnen brengen. Dus als jullie een leuke naam weten voor mijn alter ego, laat het weten in de comments. En laat ook weten wat jullie hiervan vinden in de comments. Maar ja, ik vind het leuk. En dat is belangrijk. Nee, we gaan terug in de auto en het regende. Het was echt vreselijk weer buiten. Ja. En nu, ik weet niet of je het kunt zien, maar er staan heel veel auto's. Kijk, daar beneden ook al. En iedereen is aan het toeteren. Daar en daar. We kunnen er niet eens uit, want iedereen is aan het toeteren. Dus ik denk dat de uitgang is geblokkeerd. Or something. Mm-hmm. Wat gaan we nu doen? Wat eten of zo. Ja, we gaan eventjes wat eten. En dan gaan we naar huis. Ik ben wazig, of niet, jongens? Nee, valt wat mee. Oké, dat gaan we doen. Wat is dit, Nen? Oké, we staan dus nu al zo'n kwartier hier. En ik ben nog niet eens uit mijn plekje. Kijk, ze zijn allemaal aan het toeteren. Even serieus. Dit slaat toch helemaal nergens op, jongens? Wat gebeurt hier? En daar staan allemaal auto's. In de file. Wat is hier aan de hand? Wij willen duidelijkheid. Ja. I don't know what's wrong here. Wij twijfelen of even weer eruit gaan. En eventjes bijvoorbeeld wat gaan eten hier bij de korf. Of we naar huis gaan. Dat we dat het best kunnen doen. Ja, maar ik heb gewoon zo geen zin om uit de auto te gaan. Ken je dat? Ja. Ik zit zo lekker stoelverwarming aan. Dan denk ik van nee, ik wil niet. Maar misschien moeten we het wel doen. Ik denk dat we het wel gaan doen. Want gaan we hier nog een uur zitten of zo? Denk je dat het nog een uur duurt? Ja. Wow, het is zo donker, hè? Denk je dat het nog een uur duurt? Ja, I think so. I don't know. Kun je nou ook even een liedje opzetten? Ja. Zullen we dat laten doen? Oké, weet je wat te doen? Ik heb trouwens selfies gemaakt. Dus ik ga even kijken welke ik leuk vind om te posten. Deze nieuwe Alice Sister sweater. Leuk, hè? Is ook wat voor jou. Ja, heel leuk. Is ook een joggingbroek hebben we. Die kan je zelf beslissen of je erbij doet of niet. Oh, als pak. Ja, je kan het als pak dragen. Leuk. Leuk, hè, Nen? Leuk, hoor. Oké, we staan dus nu al een half uur in de file in de Bijenkorf. Maar wat het probleem dus is, kijk, ik doe met Yellow Brick. Dus mij dat tikt gewoon lekker door, wat heel niet leuk is. Maar al deze mensen hebben natuurlijk gewoon een kaartje afgerekend hier. En je mag volgens mij maar een kwartier uitrijden. Yeah. Dus al deze mensen kunnen natuurlijk gewoon er niet meer uit, want we staan hier al een half uur. Dus, als ze nou slim zijn bij de Bijenkorf, gaan ze lekker die poortjes opengooien en iedereen eruit laten. Dit is echt heel erg onzin. We komen niet naar voren. We staan een half uur en we hebben letterlijk 10 meter gereden. Dat is echt onzin. Niet eens hoor. Oh, dit is geen 10 meter. Nee, dit is minstens 4 meter. We zijn ons vakje uit, laat ik het zo zeggen. Ja.
Dus ja. That's the situation right now. Ik vind het onzin. Leidt ook niet. Kijk, jongens. Zal ik Q-Park bellen? Ja, je kan het doen. Want als niemand actie neemt, staan we hier vanavond nog. Zo, we zijn er eindelijk bijna uit. Wow. Horrible. Ze hebben ook nog eens deze deur gesloten. Sukkels. Kijk nou. Dit heeft het dus lekker een uur gekost. We hebben even van auto gewisseld. Nancy rijdt nu. En we gaan nu eventjes wat eten op een Italiaans restaurant, Portofino. En daarna gaan we kijken of we naar de bios gaan. Maar misschien niet echt een leuke film. Nee, het is een beetje... Ik zie wel Flatliners, maar die is weer pas om 11:30 en het is nu 7:00. Dus dat is best wel laat. En hoe heet die andere nou? In de sneeuw? The Mountain Between Us. Of bedoel je Snowman? Ga je in een parkeergarage? Yeah. Nee. Oh, je gaat hier? Ja. Yeah. Oh. Ja, dus we weten nog niet echt wat we gaan doen. Misschien gaan we toch gewoon thuis bij mij een film gaan kijken. Harry Potter Weekend. Ja. Dat gaan we eventjes. Nancy en ik willen heel graag een Harry Potter Weekend doen. Vroeger keek ik dat altijd. Ik ken elke film heb ik gekeken van Harry Potter. Ik ook. Ik vond het zo leuk. Dus ja. Ik ga zo wel even kijken wat we gaan doen. Ik wist helemaal niet dat je zo mag rijden, joh. Ja, joh. Top. We zitten lekker bij Portofino. Ik heb radio. Jij? Ik smaak het nog wel. Lekker. En we weten nog steeds niet of we naar de bios gaan of niet. Ik denk het niet. Ik denk ook niet. Leuk, zeg. Ik heb echt zo zin om een film te kijken. Ik ben ook al zo niet geweest. Dus zonder van die hypotheek was, weet je. Maar ja, we gaan kijken. Zo, ik lig nu in mijn bed en ik heb net mijn vlucht naar Londen geboekt. Hensha viert haar verjaardag in Londen. Een vriendin van mij. En Olivia komt ook. En daarna komt ze voor 2 dagen in Amsterdam. Dus ik heb net mijn vlucht geboekt. Ik heb er nu al veel, super veel zin in. Het is nu zaterdag en ik ga volgende week, aankomende donderdag, ga ik er naartoe. Jee. En ja. Ik heb er super veel zin in. En we hebben lekker gegeten bij Portofino. En nu ga ik lekker in mijn bed een film kijken. Dus dan zie ik jullie morgen weer. Doeg. Hi guys, het is nu 2:00. En ik heb me even klaargemaakt. Ik ben onderweg naar een vriend van ons, Noah. En hij is een artist, een soort van, toch? Denk ik. Dus Sam wilde even wat gaan schilderen. Dus gewoon even kijken wat we gaan doen. En daarna zou ik met Julia naar de IKEA gaan. Because we're both IKEA addicts. Nee, ze had iets in haar Insta-story gezet over de IKEA. Dat ze een IKEA-addict was. En toen had ik op gereageerd dat ik het ook was. En toen hadden we even een date gepland naar de IKEA. Dus dat gaan we straks doen. En dit is de eerste dag dat ik op stap ben met mijn haar. Het is echt zo lang. Ik moet er wel nog echt even aan wennen. Want ik vind het zeg maar zo, met mijn baretje vind ik het mooier staan op de een of andere manier. Omdat ik het gewoon niet gewend ben dat het hier boven zo vol zit, zeg maar. So, I don't know. Het is sowieso heel mooi gezet door die meiden. Maar ik moet er wel nog even aan wennen. Want ik heb best wel een klein hoofdje van mezelf. Dus het was wel een boom, zeg maar. Maar zo met een baret vind ik het echt super leuk. So I'm happy. We zijn nu bij de studio van Noah. Say hi, guys. Hallo. You like echt twins, zo. Twins. En dit is bijvoorbeeld iets wat hij net heeft afgemaakt. Dit. Echt harde dingen. En dit heb je ook allemaal zelf gemaakt, toch? Alles. Tutti mondo. Everything. Everything. En deze tasjes vind ik wel gaaf. Dus dan pakt hij je teksten uit nummers, toch? Ja. En dan songtekst. Pas ik ze wel een beetje aan. Nou, we made it in de IKEA en Jules wil dus deze klok gaan kopen. Ja, ik vind het. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het zo mooi. Ik vind het best leuk namelijk. Het lijkt, zeg maar, ik vind het leuke hieraan vind ik dat het lijkt op van die dingetjes die ze. Voelsprieten. Nee. Dat is leuk wel, toch? Zo'n kever met. Als je het met... heel strak wat vastzetten, dan heb je die dingen. En dan schat oh, ja. Een lusje en een trekje. Ja, ja, ja. Heel mooi. Heel nee, deze klok is wel cute. Ik ben aan het wachten op deze meid. Totdat ze iets heeft opgemeten. Het is gelukt.
Ja. Ja. Oké. Okay. We moeten... Oh, wacht, hier heb je... We hebben dus lekker even hot dogs gehaald. Maar ik heb zoveel saus gedaan dat overal... Het zat op je haar. Het zat op mijn haar, letterlijk. Mm. Oh, maar van mijn haar. Nee! Nee! Dit is zo vermoeiend. Is wel echt goed. 4 hot dogs en 2 water voor 5 euro. IKEA, we gaan je promoten. Ja. Bij deze promote IKEA. Ik heb ook echt lekker Deem gekocht. Ik kan echt niet naar de IKEA gaan zonder Deem te kopen. Ik ben weer lekker thuis en ik ga bij deze de vlog ook afsluiten. Dus vond je dit een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons kanaal. Als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie heel graag in de volgende vlog. Doei doei!